Dames en heren, welkom bij de quiz van Video in Verzet. Ja, een keer wat anders, een keer wat nieuws, een keer wat grappers. Misschien een tikkeltje ludiek, maar met een serieuze ondertoon. Ik heb voor jullie vandaag 10 vragen. 10 vragen geef, je, geef ik jullie ongeveer 10 seconden de tijd om daar even over na te denken. Je hoeft natuurlijk niet gelijk te stemmen of te sms'en of te WhatsApp of een knopje te drukken in een appie. Het gaat gewoon even om het ludieke, maar het is wel even een grappig dingetje. 10 vragen, 10 seconden de tijd om even over na te denken. Er komt een balkje in beeld die 10 seconden duurt en dan is het tijd om en dan komt het antwoord tevoorschijn. Nou ja, wat is er moeilijker dan een simpele quiz dan dat? Ik heb wel even de iPad erbij, want ik ja... Mijn geheugen laat mij af en toe een beetje in de steek. Maar goed, vraag 1. Hoeveel mensen lopen er op dit moment bij de voedselbank in Nederland? Op dit moment is niet bekend. Maar in 2021 waren dit 147.500. En op dit moment wordt dat 9% hoger geschat. Denk daar maar eens over na. Dan heb ik vraag 2. Wat was de hoogste prijs voor een liter benzine in 2022? Denk daar eens even goed over na. De hoogste prijs voor een liter benzine in 2022. Nou, degene die 3 euro heeft geroepen, die heeft het fout. De hoogste prijs, adviesprijs, was 2,50.4 euro. En dat was voor een liter 95 ongelood. Even kijken, heb ik vraag 3? Hoe lang speelt de toeslagaffaire? Jullie weten wel het schandaal van uh, de Belastingdienst en wat elke keer maar weer onder het tapijt geveegd wordt. Hoe lang speelt de toeslagaffaire inmiddels? Welk jaartal is het dus begonnen? Zijn het tien seconden alom? De toeslagaffaire is begonnen in 2004. Dat is schrik, hè? Inmiddels zijn we letterlijk en figuurlijk bijna 20 jaar verder. En wat is er nou echt gebeurd? Zijn de mensen echt schadeloos gesteld? Helaas nog niet. Vraagje nummer 4. Oh, ik had altijd al een quizmaster willen zijn. Fantastisch, dit. Wat is het maximale bedrag wat je zonder achtergrondonderzoek straks, straks. ...contant zou mogen betalen als het wetsvoorstel er doorheen komt. Zijn er tien seconden al om? 3.000 euro. Dus als Sigrid K. krijgt... ...gaat het bedrag van 15.000 euro... ...terug naar 3.000 euro's. Heb ik vraag nummer vier... Dat is eventjes een moeilijke. Ik denk dat er een heleboel boeren die dit kijken, direct van de bank springen en zeggen: van dit is het antwoord. Uh, hoeveel hectare bruikbare landbouwgrond is er vanaf 1 maart minder door de nieuwe wet? De nieuwe mestdegradatiewet. Dat betekent dus dat je anderhalve meter vanuit de kantlijn, ik geloof dat het anderhalve meter is, hou me even te goede, maar dat je dus minder van je landbouwgrond mag bemesten. Bij de aanleg van de bufferstroken vervalt een geschat landbouwareaal van maar liefst, nou komt het in hectares. 64.701 hectare. Dat is dus een hele hoop. Willen we ook weten hoeveel voetbalvelden dat is? Klein, klein subvraagje. Hoeveel voetbalvelden denken jullie dat nou ja, Rio gezet 65.000 hectare is? 100 voetbalvelden? 200? Laten we, laten we heel gek zijn. 5000 voetbalvelden wat, wat weggaat? Zou dat het zijn, 5000? Fout. 92.430 voetbalvelden aan bruikbare agrarische landbouwgrond verdwijnt door deze wet. En deze is dus al ingegaan. Vraag nummer 6. Nou hoor ik eigenlijk, eigenlijk zo'n echo te hebben. Hè? 6, 6, 6, 6. Dat klinkt wel leuk, maar. Ah, man, ik vind het gewoon leuk, hè? Quizmastertje spelen. Anyway, hoeveel procent is de inflatie gestegen in de periode 2022-2023. Het antwoord is 9.6% op december. De laatste pijldatum, december 2022. 9.6%. Dat is een van de hoogste. Ooit. Dat is toch niet te bevatten. En waar zien we dat terug? Dat zien we terug in hoeveel onze levensmiddelen nu kosten. Hoeveel onze, nou ja, gasprijzen die zijn ontdekend gestegen. Maar gewoon het totale levensonderhoud. Alles wat je nu gewoon moet hebben, moet, uh, ja, hoe zullen we het zeggen? Alles wat je in de winkel betaalt. Laten we het daar maar zo over zeggen, laten we het zo mooi samenvatten. Alles wat je in de winkel betaalt is 9,6% gemiddeld hoger geworden. Gemiddeld. Oké. Okay. Vraag nummer 7: Hoeveel woningen komen wij tekort in Nederland tot 2030? Dat duurt eventjes. En ik weet, 2030 is een beetje een gevoelig jaartal. Ik weet het, sorry. Maar dat is waar ik eigenlijk uiteindelijk op uitkwam met het bekijken van de cijfers. Dus hoeveel woningen komen wij in Nederland tekort tot 2030? <gul> We komen in Nederland tot 2030 845.000 woningen tekort. Dat is bijna een miljoen. Dat is 150.000 tekort aan een miljoen. En geloof mij, tegen die tijd zijn de cijfers nog wat hoger. Want dat is elk jaar zo. Dus het wordt elk jaar omhoog bijgesteld. Ik heb de grafiekjes bekeken. Elk jaar wordt er een schepje bovenop gedaan. Dus 845.000 woningen tekort. Hoe de? Ja, dat woord kan ik niet zeggen, maar hoe kan je überhaupt nu nog denken dat je... Dat je uh, nou ja, je bent, je bent een jaar of 17, 18, leven voor je, je. De wereld staat aan je voeten, maar je kan geen huis krijgen. Je kan geen huis kopen. Dan stopt de wereld toch in voor je. Maar ook de mensen die misschien een stukje kleiner willen gaan wonen, een seniorenwoning of dergelijke. Kan ja, gewoon niet. Oké, okay, vraag nummer 8. Hoeveel oversterfte was er in 2022? En dan heb ik het cijfer van het Centraal, Centraal Bureau voor de Statistiek zelfs. Zelfs die hebben de oversterfte goed, tenminste... ...die hebben het in kaart gebracht. Laat ik het daarop houden. Oversterfte in 2022 was 14.445. En dat is officieel bemeten door het CBS. Ik ga niet zeggen dat het meer of minder is. Dat is wat ik kan verifiëren. Sorry. Oké, okay, vraag nummer 9. Nou, dit is eigenlijk een hele simpele, want dit hebben we allemaal in het nieuws gezien. En dit is eigenlijk een inkoppertje: Hoeveel winst maakt de Shell in 2022? Dus hoeveel winst maakt de Shell in 2022? Maar ik vind het eigenlijk schandalig hoeveel dat is. Want als je dat even omrekent naar 17 miljoen mensen. Dan zouden al die mensen een volle tank en een leuke tweedehands auto kunnen kopen van dat geld. Zes en... Nee, ik heb het helemaal fout. De quizmaster die het fout heeft jongens. 38.4 miljard volgens hun eigen cijfers hebben zij winst gemaakt in 2022. En dat komt mede door de hoge brandstofprijzen. De brandstofprijs is gekoppeld aan een percentage winst. Dus hoe hoger de prijs van een liter brandstof is, hoe hoger het percentage winst is. Dus niet, oké, okay, we hebben 10 cent wat we per liter doen. Nee, we hebben 10% wat we per liter doen. En als 10% in één keer van 2 euro is, of 10% van 2,5 euro is, dat scheelt aan, aan, ja, aanzienlijk. En de laatste vraag, en dat is eigenlijk wel een hele leuke. En dat komt ook een beetje terug op de broertjes. En nou ja, ook wel, ja, eigenlijk op iedereen, maar het is een, een agrarische vraag, laten we het zo zeggen. Eén... Vraagje nummer 10: Hoeveel trekkers zijn er in Nederland? Hoeveel tractoren zijn er in Nederland? Ja, we zeggen allemaal trekkers, maar hoeveel tractoren zijn er in Nederland? Oké, okay, een recente schatting van de RDW. Elk uh, uh, agrarisch voertuig moet nu ook een kenteken hebben. Daardoor kunnen zij dus nu iets accurater schatten hoeveel dat zijn. Er zijn natuurlijk ook hobbyisten die dat ding nog in de schuren bestaan, niet geregistreerd hebben of zeggen van, nou, dit ding komt nooit op de weg. Dus, um, de meest recente schatting van de RDW komt uit op 400.000 agrarische voertuigen. Waarvan 270.000... Vallen onder de klassificatie trekker, tractor. Dat zijn 270.000 tractoren die in Nederland volgens het RDW geregistreerd staan. Of ze alleen maar rondjes rijden euh, op het terrein, of dat ze ook daadwerkelijk een keer naar Den Haag gaan, dat weet ik niet. Maar dat zijn de cijfers van het RDW. En 130.000 daarvan zijn de zogenaamde MMBS-voertuigen. Dat zijn de voertuigen die omgebouwd zijn en dus niet harder kunnen dan 45 km per uur. Um, een categorie die ze eigenlijk liever niet willen hebben, maar ja, met, uh, het bestaat en het mag. En laten we daar ook nog zoveel mogelijk gebruik van maken, zolang dat nog mag. Enfin, ah, dat was de quiz. Denk er even goed over na over de vragen en de antwoorden die ik gesteld heb. En denk eens goed na op wie je nu gaat stemmen. Want het is eigenlijk heel simpel. Heel veel van deze vragen komen toch een beetje uit de fluitketel van de VVD, D66, CDA. En al die andere momenteel kabinetspartijen. Misschien wordt het tijd om die gasten weg te stemmen bij de provinciale statenverkiezingen. En toch een duidelijk signaal te geven: dit willen wij niet langer. Gisteren zag ik een uh, prachtig mooie samenvatting. 66 procent, ja, ik heb het nummer ook niet bedacht. Maar 66 procent van de mensen in Nederland zou volgens uh, DVJ Insights klaar zijn met het huidige beleid en klaar zijn met het huidige kabinet. En vind dat Rutte, Kaag en de hele bende geëxporteerd kunnen worden naar een ander land. Dat is dus een feit. Het zijn officiële cijfers dus. En wat mij betreft mogen ze dus ook opdonderen. Dus ik zou zeggen, aankomende woensdag de stembus, stem ze weg. Dank jullie wel voor het kijken. En ik hoop um, tijdens de verkiezings uh, ja overdag kan ik niks doen. Maar ik hoop dat ik s'avonds bij het tellen van de stemmen aanwezig kan zijn. In een, uh, ja, in een leuke stad. Waar, uh, waar we toch even kunnen kijken hoe uh, de stemmen geteld kunnen worden. We gaan niet live, want dat uh, houdt Facebook momenteel tegen. Um, Facebook die vond het niet heel erg leuk op het boerenprotest, heb ik gemerkt. En die hebben mij een klein beetje straf gegeven. Dus het kanaal van Video Verzet, ik mag nog wel bepaalde dingen posten. Dus ook deze video kunnen jullie via Video Verzet een link vinden. Alleen ik mag er niks mee doen. Op YouTube kan ik ze nog wel posten. Ik mag er alleen geen bonden mee verdienen. Want de monetisatie, zoals het heet, die is eraf gegaan. Ik ben duidelijk toch een beetje, ja, misschien een beetje te bizar voor hun. Een beetje moeilijk of, nou ja, misschien willen ze het niet hebben. Maar goed, op YouTube kan je dus wel mijn video's bekijken. En ik mag ze daar dus blijven plaatsen. Ik zou zeggen, abonneer op, op ons YouTube kanaal. De link die staat zometeen ook bij de beschrijving. Die komt zometeen prachtig mooi boven mij in beeld, als het goed is. En de link staat natuurlijk ook in de beschrijving. Dus als je je verveelt, kijk wat leuke video's. Dat doet het algoritme van YouTube heel veel goed. En dat blijft mijn pagina een beetje boven water houden, zodat ik toch de video's kan blijven maken. Ik dank jullie wel voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer.